Hoi, ik ben Johanna Nijthever en dit is mijn vlog. Hey Connie! Hey Johanna! Hey, leuk dat je er bent! Ja, heel erg gezellig! Ja! Hoe gaat het met u? Ja, goed! Mooi zo! Druk, maar wel goed! Mooi zo! Waar moeten mijn kijkers jou precies van kennen? Van Dressage Pro, TRT Method en de app EQ Pro. En wat houdt Dressage Pro dan precies in? Met Dressage Pro bied ik online training aan voor dressuurruiters. Samen met Rien van der Schaft en Morgan Leslie. En datzelfde doe ik ook met TRT Method, met Tristan Tucker. En dan ook nog de app EQ Pro, maar ja, dat kan ik misschien zo nog wel even laten zien. En hoe belangrijk is de sport voor jou? Ja, heel belangrijk. Het is eigenlijk mijn leven. Ik heb er mijn werk van gemaakt en ik ben daar de hele dag mee bezig. Ja, dat lijkt me ook heel erg cool om dat uiteindelijk mijn werk van te maken. Ik denk zomaar dat het je wel gaat lukken. Ik hoop het. Wat is het eerste waar je vanmorgen aan dacht toen je wakker werd? Toen ik wakker werd, ik werd eigenlijk heel blij wakker, want we gingen bij een paardenaccommodatie kijken. Dus daar had ik heel veel zin in, ondanks dat het heel vroeg was. Spannend, heel erg leuk. En hoe ben je eigenlijk op het idee van Dressage Pro gekomen? Ik ben eigenlijk begonnen met bloggen en ik vond het heel leuk om tips te delen. En toen heb ik ook heel veel trainers ontmoet en daar ben ik eigenlijk online trainingen mee gaan maken. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Welk talent heb je niet, maar zou je wel graag willen hebben? Ik ben heel groot fan van Beyoncé. Dus ik zou wel heel graag zo mooi kunnen zingen zoals zij dat kan. Ja, ik kan ook niet zingen, dus dat zou ik ook wel graag willen hebben. Hey, Bally! Hey, man! Oh, hij staat lekker te eten. Hey. Hallo. En wat is Bally's volledige naam? Bally heet Balthasar. Oké. Okay. Hey, jongen! Gaat alles goed? Ja. Oh. En hoe groot is Bally? Bally is, ik denk 1,70. Oké. En wat maakt Bally nou zo bijzonder? Nou, ik vind hem eigenlijk wel grappig. Hij is een beetje ondeugend. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Hij is denk ik ook niet zo goed opgevoed. En hoe oud is Bally? Bally is 12 jaar. Oké. En welke klasse start je met hem op dit moment? ZZ Licht. Zo, dat is wel heel erg hoog. En wat vind je fijner om te dragen bij je paard? Beenbeschermers of bandages? Beenbeschermers. Oké. Okay. En wat hoop je nog te bereiken met Bally? Lichte toer. Dat ja. is het doel. Nou, het is wel een heel mooi doel, vind ik. En wat is je sterrenbeeld? Schorpioen. Oké. Okay. En wat zegt dat over jou? Nou, ik denk dat ik heel gepassioneerd ben. Oké. Okay. Beschrijf jezelf eens in 3 woorden. Ambitieus. Ik ben een beetje een nerd. Ik zit heel veel achter de computer. En introvert. Oké. En wat draag je liever? Hakken of sneakers? Voorheen hakken, nu zeker weten sneakers. Oké. En paardrijbroek of spijkerbroek? Paardrijbroek, zeker weten. Ja, die van mij ook. Waar ben je voor het laatst op vakantie geweest? Canada en Amerika. Het was een beetje een werkvakantie. We hebben filmpjes gemaakt. Leuk. Wat gaat voor? Je paard of familie? Mijn familie. Oké. Okay. Ja, sorry Bally, maar mijn familie. Maar Connie, jij hebt toch ook een app ontwikkeld? Ja, klopt. En wat houdt die app eigenlijk in? Nou, met die app kun je filmpjes maken van je rijden. Of bijvoorbeeld een proef. En die kun je opsturen naar een trainer. En die kan vervolgens allemaal tips geven terwijl hij naar het filmpje kijkt. En dan stuurt hij weer terug. En dan zie je dus het filmpje met allemaal goede tips en commentaar. Leuk. En wat staat er nog op je verlanglijstje? Ja, een eigen paardenaccommodatie. Ja. Ja, nou, daar ben je natuurlijk wel nu mee bezig. Ja, ja. En omdat we nu toch bij je kast zijn, wat is dan je favoriete item uit je kast? Nou, ik zal het even open doen. Even kijken of het echt wel een beetje netjes is. Gaat best wel. Ja, vind ik ook. Nou, wat mijn favoriete item is, dat is toch wel mijn nieuwe zadel. Dat is een Frank Baines. En daar ben ik heel blij mee. Ja, en ik zie dat je ook een mooie Capitalia hebt. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Snap ik. En waar kan ik jou s'nachts voor wakker maken? Chocola. Dat blijft... Die van mij ook, maar ja. Het is nu geen nacht, maar toch... Tony Chocoloni voor jou. Oh,
En ik probeerde nog wel aan de lijn te gaan, maar ja, het is wel heel lekker. Dankjewel. En dan nu de laatste vraag. Wat hoop je nog te bereiken in de toekomst? Poeh, je eindigt wel met de moeilijkste vraag. Wat ik heel graag wil bereiken is dat eigenlijk elke dressuurruiter bekend is met online trainingen en zijn paarden op die manier traint. Dat hoop ik wel graag te bereiken over de hele wereld. Nou Connie, ik wil je onwijs bedanken en tot de volgende keer. Nou, jij ook bedankt en tot de volgende keer. Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.